Tot dan. Ga naar buiten. Doei. En wie is de vierde? Nou, kijk eens. Hey, schat. Just like you. And nobody you know. I hear you calling out. I hear you calling out for love. Hallo lieve vrienden, een hele, hele goede middag. Het is vandaag alweer woensdag 7 juli en we leven om 13:21. Het is hier prachtig mooi weer, ja oké, er drijven wat wolken over me. Dat zijn van die grote schapenwolken, daar is niks mis mee. Nee, ik ben een blauwe lucht, dus het is niet echt. Een bewolking, vind ik. Maar ja, ze noemen dit lichte bewolking. Oké, nou ja, geven hun maar gelijk. Ja, toch? Nou, wat ik tot nu toe weet, lieve vrienden. Wees welkom in ieder geval bij een goed nieuwe vlog van Corinna en de Bezenboel. De grote heet Elwing, de kleine heet Rijka en de kleinste heet Gandalf. En de kleinste is de oudste. En de ene naar de kleinste heeft langer in huis dan de grootste. Ja, zo is dat. En wat ik ook weet is dat onze Peter Erdevries nog wel in leven is. Ik heb nog niks gelezen wat op anders duidt. Dus hij vecht nog steeds voor zijn leven. Laten we met z'n allen gaan bidden en een kaarsje branden voor die beste man en voor zijn gezin en familie, vrienden en kennissen. Laten we dat met z'n allen vooral ook doen. Dat hij in leven mag blijven, want hij is nog niet klaar. Nee, nog lang niet. Hij is net zo oud als ik. 64, kom op. Mogen we nog even? Ja. Dus ja, al mijn medeleven gaan uit naar de hele familie. En Peter, zet hem op, joh. Wees sterk. Blijf vechten. Wat ik gisteren al zag op de televisie, werd ook al gezegd. Normaal vecht je voor anderen, zeg niet voor jezelf. Ik geef die persoon groot gelijk, ik zeg het ook. Dus toi 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 mensen. God zegen. Voor de rest, nee, ik ga met de hondjes wandelen. En ja, ik weet het verder niet, nee. Ik weet het echt niet. Ik ga zo lekker met ze lopen. En ik weet wel, ik heb wel weer gelezen dat de wind vanmiddag weer harder wordt. Nou, daar zit ik dus niet op te wachten. Nee. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik ben geen weergod of godin. En ik kan dat niet beslissen. En ik ben ook niet een engeltje die daar zit en alles. Dus nee. Nou zeg, potverdikkie. Rompot. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag, zoals jullie mee invullen. Geniet ook met mij, zeker ons mee. En dan geef een duimpje als je het leuk vindt. Zo niet mag je die ook doen, maar zet er even goed een reactie eronder van waarom niet. Want daar leren wij YouTubers van. Als jij iets zegt van nou, kan je dat beter zo of zo doen? Nou ja, dan kunnen we dat eens proberen, weet je? Ja, daar leren we alleen maar van. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. En geniet gewoon van alles. Dus, doedeldokies. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. En ik heb iets van 1,67 kilometer gelopen. Ja, dus loop tegen de 2 kilometer op. Nou, toch wel weer netjes gedaan, maar het waait hard. Ik had tegenwind iedere keer. Andere obstakels, want ja, ze zijn nou aan die kant van de gracht bezig, aan deze kant, om die troep omhoog te halen. Dat stinkt als een meelmieter. Maar ik moest daar ook langs, dus ja, dan heb je veel obstakels. Nou, de andere helft, dan komt het verkeer ook je tegemoet. Dus iedere keer, ik ga dat wel doen, want ik vind, mijn veiligheid gaat boven alles, dus ik blijf niet op de weg lopen. Wat Karin wel had,
aangeraden, man, gewoon blijven lopen, want het kan. Ja, het kan. Maar het kan ook nog maar net. En vooral op die smallere stukjes, dat het even wat smaller is, kan het ook nog maar net. Nou, en ik zeg, mijn veiligheid gaat voor alles. Want je hebt ook van die roekeloze rijder erbij. Je mag maar 30 op de gracht, maar ze rijden soms wel 80. Ze scheuren je voorbij, echt, nou, als een malle moot. Jeetje, Nina, ik heb ook al gezegd, er moet een kabel over de weg heen om te zien hoe hard die lui rijden. Maar dat wordt niet gedaan, nee. Maar ja, dat is wel beter zo. Maar oké, ik kom thuis en wat ligt er in mijn postmandje bij de, onder de brievenbus? 1, 2 pakjes. Ja, dus ik pak de schaar er sowieso bij. Als ik die vinden kan, ja, dat ligt vlak in mijn neus, maar er lag even wat overheen, een klein doosje. Nou, de schaar is groter. Ja, en ik heb dus behoorlijk pijn in mijn rug. Maar dat komt ook mede dankzij de wind. En Elwing die luisterde voor gemeten, Rijker luisterde voor gemeten. Maar met elkaar spelen, prima, maar dat kan niet als ik ze aangelijnd heb. Nee, want dan vliegt de ene die kant op, de andere vliegt die kant op. Ja, dat gaat het er niet worden, weet je. En ik laat ze toch echt langs hier. Nee, ik laat ze niet los en ook niet door het centrum heen, want ik ben een gedeelte niet door het centrum heen gelopen met ze. Nou ja, gaat het er niet worden. Dan wil je ze niet los hebben. Nee, top. Zo, die is hopelijk open. Nou, we gaan die even. Is die raar? Zo. Huh? Het stroomt aan mijn vinger. Lees die troep wat er al valt. Nou, dan ga ik even. Wie het grootste niet deert, is het kleine niet deert. Dan pak ik eerst de grootste. Ik denk dat ik wel weet wat het is van make-up. Ja, want dat had ik besteld. We wilden er één erin. Ja, dus onze meneertje kan al. Onze meneertje kan al van de bed. En ik zie hem zitten door zijn schaduw. En wat wil jij in de buiten? Ja, het raam staat open, dus dat mag. Maar trouwens, je moet met het verder open doen, hè, kereltje. Ja, want anders keren de Rijka er ook uit. Dat moet me niet van vorig jaar dat we Rijka midden in de nacht kwijt waren. Hé, doe maar. Ga maar naar buiten. Ga maar naar buiten. Tot dan. Ga maar naar buiten. Doei. Ga je lekker buiten spelen, man? Kiekeboe, ik zie je niet. Ja, goed zo. Ja. Rijken kunnen zo niet uit. Zo, nou ja, die is dus buiten. Hij wil bijna niet door de tuindeur in de zomer. Altijd 9 van de 10 keer door de keukenraam. Maar ik kan de keukenraam niet wagenwijd open zetten. Want eerder dat je het weet, en die is ook dan lekker snikky, vliegt zij naar buiten. En dan ben ik haar kwijt. Verpoppen niet. Nee. Maar ja, oké. Ik zal jullie hier weer proberen neer te zetten. Zo. Het is dus make-up, zoals ik zei, en ik had oogschaduw besteld, maar dat lijkt ook wel tegenwoordig een lippenstift. En dan moet ik het wel. Oh, wacht, ik had hem op zijn kop. Kijk, paars, dat noem ik nou paars. Nou, dan ga ik er 2 ervan. Besteld. Het lijkt net lippenstift. Als je het aankrijgt, want... Kijk, zo heb ik het eruit gehaald. Maar je moet het omdraaien. Het is ook poeder, hè? Er zit poeder bij in. Geweldig. Zo moet ik ze houden. Wacht even, ik zal het nog anders doen.
Dus ja, heb ik eindelijk toch weer paars, hè? Ja, echt wel. Ah, nee, die natuurlijk leeg, dat is logisch. Dan heb ik er hier nog een, kijk waar ik nou geknipt had. Hier. Ja, ik weet waar dat voor is. Dan moet ik eerst kijken hoe ik dat moet hebben. Ja. Ja. Hoe was dat? Dat moet het Darwin, geloof ik. Ja. Dit moet ik ergens aan vastmaken. Ik zal eerst de ene helft laten zien. Het behoort bij elkaar. Dan moet ik wel even willen. Dat is de onderkant en dan hou ik hem daar even vast. Zo. Die andere is net zo en kan dan de andere kant op. En heb die daar een vierkant openingetje. Hier heeft hij een haakje. En dat valt daarin. En er hing een sluiting. Maar dat moet op mijn mooie, zwarte, lange vest. Dus dan heb ik daar wat mee te doen als het een regenachtige dag is. Zodat ik er niks aan, dat er niks aan is. Moet ik die daar op zien vast te zetten. Op een of andere manier. Maar ik zie nog wat. Hij heeft ook drie ogen. Oh, daar moet ik het aan vastmaken. Nou weet ik het. Hij heeft dus drie oogjes, deze. Ik weet niet of jullie dat zien kunnen. Drie oogjes. Je kunt er doorheen kijken. Daar moet ik het dus aan vastmaken. Logischerwijs. En deze heeft ook drie. Dat zijn die oogjes. Dus ja, daar ben ik ook super blij mee. Enkel, ik ben wel bang dat die steentjes er ooit uitgaan. Of ik moet ze er iedere keer loshalen. Maar ja, dat is kleine moeite, weet je. Maar oké, ik ben er helemaal weer blij mee. Toppie, geweldig. Ja. Want je kunt in de stad zo moeilijk aan paars komen. Hoe je paars. Waar ik moeilijk aan kon komen, dat was een wenkbrauwpotloodje. Maar dan donkerbruin. Ik heb geen zwart meer. Ja, ik heb ook zwart. Dus, maar voor mijn wenkbrauwen, dat zwarte vond ik te hard overkomen. Ik heb altijd, het moet knallen bij mij, je moet het kunnen zien. Je gaat niet make-up op doen wat je niet ziet. Nee, als je make-up op wilt hebben, moet men het kunnen zien ook, vind ik. Maar ja, wie ben ik? En het moet bij je kleding passen, het moet bij je helemaal passen. Nou ja, toen vond ik dat zwarte, vond ik iedere keer al veel te erg. En ik kon toch niet aan bruin komen? En ik was al een paar keer overal geweest en nou ineens had ik eruit gehad. Ik denk, mooi zo. Ik denk, een wenkbrauwpadloodje, dat moet toch makkelijk zijn? Maar hetzelfde, hé, mijn kom met zwart, zwart, zwart. Of grijs, nou ja, ik ben geen grijze dof, ik ben blond. Nog steeds, ja. Yeah. Nog steeds blond. Ik kan er ook niks aan doen. Mooi, nou, die zakjes kunnen weg. Voilà. Ja, en ik ben weer blij. Ja! Rijka! Wat is er nou? Nee, die weet ook niet. Loopt met de ziel onder de armen. Moet ook kunnen. Dat leg ik daar op het blad neer. Dan weet ik dat ik daarmee aan de gang moet. Dit keer weg. En ik zeg, lieve vrienden, geniet nog verder van je dag. En moet jij ook nog weg? Nou ja, dan heb ik pech. Maar dan kijk je de vlog maar op een andere keer verder. En dan
Maar ik weet wel weer of je hem leuk vond, ja of de nee. Ja toch? Nou, ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, en ik heb duo. Ja, ja, maar daar zit lekker niemand. Nee! Maar er is hier wel iemand en die even lekker bij me. Ja, maar eerst gaan we eens eventjes daar naartoe. Daar hebben we onze lieftallige Elwin. En daar hebben we onze lieftallige Rijka. We zijn net wezen lopen met vieren. En wie is de vierde? Nou, kijk eens. Hey, schat. Dus ja, lekker met Mario samen. We gaan weer gezellig saampjes eten ook. En goede tijden, slechte tijden kijken. En we maken er een gezellig bonte avond van. Ja, moet kunnen. Of niet dan, Mario? Ja, zeker. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En tot later. Tot later.